eet met twee broodjes, kaas, krap. Ik kom net terug van de winkel en Damien die had hier geslapen, vriend van Ridda. En Ridda had hem wijs gemaakt dat ik dat niet wist, dat hij hier had geslapen. En ik kom thuis. Wat hoor ik nou? De wasmachine. Ik ga nu pas ontbijten. Heel de ochtend heb ik een beetje zitten opruimen in huis. En ik moest dus nog kaas halen, want dat was op. En ik had daar wel zin in, dus ik kwam terug. En Damien rent meteen naar boven, want die gelooft hun. Ja, Ewa. Stuur naar Yassin. Ja? Stuur naar Yassin. Stuur naar Yassin? Ja. Nee. Wie zijn vader? Maar ja, wel grappig. Ik ga zo even mijn eigen opfrissen. En in de tussentijd ga ik mijn pannetje alvast laten koken. Ik maak vandaag rijst met kip en paprika en zo. Allerlei gezonde groentes. Een soort van paella, maar dan met kip in plaats van vis. En ik ga vandaag eten Antillianen veel kip met rijst, ja. Maar niet hoe dat ik het klaarmaak. Zeg maar rijst met kip, niet kip met rijst. Kip, niet kip met rijst, zegt hij. Maar goed, dan staan we weer te giechelen hier. Ja, ik vind dat lekker. Dat is gewoon een soort van paella, maar dan niet meer vis. Hè? Ja, jullie zitten te giechelen, ja. Maar je bent geen meisje, hoor. Nee, je bent geen meisje, dat weet ik. Giechelen is hier, 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 je toch? Ja. Nee, jullie doen... Nee, ik ga vandaag de stad in. Eerst ga ik kijken of dat alles wel een beetje open is of genoeg winkels. Hier in Eindhoven meen ik dat ze iedere zondag open zijn. Tenminste, dat las ik laatst. Ik hoop dat dat vandaag ook zo is, want anders heb ik gewoon pech. Heb ik niks te doen. Ja, het weer zit wel lekker mee. Mijn wasje hangt buiten. Een ander wasje is al bijna klaar, dus die hang ik ook al op voordat ik vertrek. En dan als mijn eten volledig of bijna volledig is gekookt, dan vertrek ik. En als ik straks thuis kom, dan hoef ik het alleen maar op te warmen. En dan kan ik lekker eten. Ik kan dan lekker eten. Dan kijken jullie mij aan. Wij gaan lekker eten, hoor. Jullie eten ook gewoon mee, hoor. Wees me niet bang. Ik heb de kippenbijen al in de pan. Ik heb ongeveer zo'n 10 minuten rustig laten koken. Ik heb de worteltjes nou eroverheen gedaan. En voor de rest gaan er uien. Ik ga er groene en rode paprika overheen doen. En tomaten. Dat laat ik dan even zo'n 5 à 10 minuten nog koken. En daarna voeg ik er rijst toe. En dan wordt het een soort van paella, maar dan met kip en groenten naar keuze. En ik heb er zout en peper en kurkuma bij gedaan. Ik ga er zo meteen nog kipbouillon aan toevoegen. En dan vind ik het genoeg aan kruiden. Dus ja, voor mij is het lekker genoeg dan. Ik ben niet echt een persoon die er 20 kruiden bij doet. En het is ook geen echte paella, dus ik hoef er ook geen volledige paella kruiden aan toe te voegen. Ik vind kip met rijst en een beetje groente, zout, peper en kurkuma heb ik er dan nu bij gegooid, omdat er worteltjes in zitten. Maar normaal zou ik er curry bij doen. En kurkuma is gezond en geeft ook genoeg smaak aan het eten. Zo ziet het eruit als de groenten erbij aan toegevoegd zijn. Dus je verspreidt de groenten overal. De uitjes, worteltjes en de paprika.
En dan ga ik het even zo laten, een paar minuten. Dan roer ik het nog een keer en dan laat ik het nog een paar minuten. Ik kook het nooit te lang, zodat de groente nog krokant blijft. En daarna ga ik er rijst aan toevoegen. En laat ik het koken totdat de rijst alle water heeft opgezogen. En ja, goed genoeg is, zeg maar. En dan kun je het, zeg maar, opscheppen. Dan is het, je schept het op als een paella. Je hoeft niet meer de groenten te sorteren of verdelen. Alles zit netjes door elkaar verspreid. Dus iedereen krijgt zijn vitamines wel binnen. Ik heb er nou rijst. Een beetje water en rijst. De eerste rijst. Ik heb dan bij deze twee van die grote koppen koffie vol met rijst gedaan. En dan voeg ik er daarna, als ik de rijst over de pan heb verdeeld, dan voeg ik er van dezelfde kop, doe ik er dan 2,5 ongeveer aan water in de pan. Ja, vaak is dat genoeg en als dat niet genoeg is, dan voeg ik er nog een halve beker aan toe en dan zal het wel genoeg zijn. De stoom komt mooi tegen de camera aan. Maar het is nu goed verdeeld. De deksel kan erop. En dan kan hij lekker gaan blijven koken totdat de rijst gaar is. En dat er niet meer echt water in zit, maar eerder saus. Ik kom net van de stad af. En ik heb volgens mij geen record verbroken, maar ik vind het heel knap van mezelf. Ik heb namelijk 23 dingetjes uitgekozen in en afgerekend, dus ook in de rij gestaan en noem maar op. Meen ik, ja. Dus ik heb iets van nog geen 45 minuten heb ik in een winkel gezeten. Super grote winkel met allemaal van die etages. En ik ben bij in de kelder geweest. Eerste etage en tweede etage. Dus 3 etages heb ik gehad. En dat in nog ineens 45 minuten 23 dingen kunnen uitkiezen. Best wel leuke dingen. Ik heb voor Jada en Jenna een heel leuk jurkje. En nou vraag ik me af hoe lang ik erover doe om een keuze te maken. Nog een jurkje. Dus wanneer je iets ziet en je denkt van, hey, wauw, dat moet ik hebben. Ik had sowieso wat meer kleren nodig. En zeker nu alles in de was zit, kan ik het heel hard gebruiken. Ik heb een rok gekocht, zo'n sportieve rok, tot en met de enkels. En er zit hier zo een gleuf in. Best wel een grote gleuf tot en met de knieën, denk ik. Waar je zeg maar ook sportieve schoenen onder aan kunt doen. En ik ben wel echt wel iemand die ervan houdt om in ieder geval lage schoenen en sportieve schoenen aan te doen. Zo'n truitje voor Jada en Jenna. En dragen, ja, dezelfde maat. Of bijna dezelfde maat, scheelt echt maar 1 centimeter of zo tussen hun. Dus hun dragen gewoon samen kleertjes. En dat is wel fijn. Vaak koop ik gewoon dezelfde kleren. Dus overal 2 van. Maar vandaag heb ik gezegd, dat doe ik vandaag niet. Ze zijn er gelukkig niet bij. Want laatst, toen wij die trainingspakken gingen halen, toen had ik een keuze gemaakt tussen een paars en roze. En toen zei Jenna, ik wil dezelfde als wat Jada heeft. En ik zeg, nou, het zijn dezelfde. Ik pak alleen maar een roze voor de een en een paarse voor de ander. Nee, zei ze, ik wil ook dezelfde kleur. En toen zei Jada, ik ga de roze pakken. Toen zei Jenna, dan wil ik ook een roze. Toen zei Jada, weet je wat, ik pak wel die paarse. Toen zei Jenna, nou, dan pak ik ook een paarse. Dus gelukkig heb ik ze vandaag niet bij, want anders had ik overal 2-2 van moeten halen. Het moet niet, maar zeuren gewoon zoveel aan je hoofd.
dat ik zoiets van heb van toe maar. En ik heb zo'n hemdje, zeg maar. Hij is van de onderkant iets breder als, of ja, dat lijkt in ieder geval zo. Maar er zitten gaatjes in. En dat vind ik wel leuk. Boven een spijkerbroek of zo. Ik ben niet altijd heel kieskeurig, hoor. Ik pak altijd meestal gewoon een broek. En ik kijk, ja, deze loopt dan wel heel erg wijd. Dan zie je je buik niet zo, je dikke buik zo van mij. Maar goed. Ja, ik vind hem wel gaaf. Heel luchtig. Hij schijnt wel door, dus ik moet er wel een hemp of zo onder doen. En dan heb ik hier nog zo'n ding. Deze is ook best wel wijd, volgens mij. Om hier gewoon, ja, dan moet ik een zwarte BH onder doen. Dit is ook niet voor overal. Voor naar een zwembad of zo vind ik dat wel goed, maar niet om in de stad of zo naartoe te lopen. Hij heeft nog van de achterkant is hij echt helemaal open. Ja, helemaal. Er zit best wel een hele stuk open, zeg maar. En dan heb ik nog een jeans gehad. Ik heb twee zwarte broeken gehaald. Dat zijn van die strands. Deze vind ik wel leuk, omdat er... even over mijn dingen. Dat moet ik beter laten zien. Er zit zo'n scheurtje in bij de knieën. Rashida heeft er ook één, maar dat zal wel niet dezelfde zijn. Want dit is echt mode nu met zo'n scheurtje bij de knie. Een rechte scheur. En dan heb ik niet eens hetzelfde. Want die andere geeft volgens mij... Ja, deze is mat. En de andere geeft nog een beetje glans af. Maar gewoon... skinny. Ik ben zelf niet heel erg lang. Dus vaak zijn broeken te lang voor mij, een paar centimeter. En dan moet ik iedere keer kijken wat ik ermee ga doen. Deze schijnt ook door. Ik zie het kaartje gewoon hangen. Dit is ook wel een hele leuke shirt van hele fijne spul. En er zitten allemaal van die grijze, of ja, streepjes, zeg maar. En dan zit bij deze ook, ik heb er best wel veel van zulke. Maar als ik zulke dan tegenkom, want die hoef je maar te wassen en die hoef je niet eens te strijken of zo. En dat vind ik wel fijn. Om gewoon een paar van de waslijn weer iets aan te kunnen doen. In plaats van eerst strijken. Dat geldt voor dit stofje ook. Het is een... Ja, die kraaltjes vind ik niet echt super. Vaak blijven die overal hangen. Maar ik kan ze ook eraf halen. Dus als ik ze irritant vind, dan ga ik gewoon een schaartje pakken en dan ga ik alles eraf halen. Maar voor de rest is het een heel leuk hemd. Vind ik zelf. Er zitten van die, ja, hier zo twee spleetjes. Hij loopt niet strak af aan de onderkant. Ik heb nog een hele leuke pyjama. Die zit nog helemaal in de verpakking. En die ga ik vandaag nog aandoen. Ik vind deze stof zo heerlijk. Echt gewoon geweldig. Het is een... Dit is de trui. Met de flap hoor. Ik hou wel van kinderachtige pyjama's hoor. Ook al ben ik zo oud. En dan een broek daarvan. En deze pyjama's zitten gewoon heerlijk. Echt lekker.
die stof en ja, ze zitten gewoon fijn. En dan heb ik topper, de topper van alles wat ik heb gehaald, wat ik echt heel leuk vind en al best wel lang wil hebben. Alleen nooit echt in mijn maat of iets wat heel lekker zit of zo. En vaak ben ik dan bang dat ik een kilo aankom dat hij niet meer past. Maar nu heb ik hem in stretchstof kunnen vinden. En dat houdt in dat ook al kom ik een kilo bij of val ik een kilo af, dat het helemaal niet uitmaakt dat hij nog steeds past. En dan heb je bij strakke spijkbroeken wat minder. Dus dit is een tuinbroek. Tot en met mijn enkels. Ongeveer. Ik zie dat ik hem een slag kan draaien. Omdat hij daar echt net 3 centimeter of zo te lang is. En, ik heb zakjes aan de voorkant waar mijn telefoon in kan. Ik zal eens laten zien. Je kunt deze ook gewoon los laten hangen. De achterkant. Nou, ik vind deze dingen zo gaaf. Zo stoer ook voor een meid. Mevrouw. En toen kwam ik bij de kinderafdeling. Kwam ik deze tegen. Toen dacht ik, ja, die moet ik ook gewoon meenemen, want anders is het niet eerlijk, hè? Aan de onderkant kan je hem ook oprollen. Maar dit is tussen Jada en Jenna's maat. En ik vind dat wel grappig. En hun twee zijn helemaal van die tantes die het liefst alles dragen wat ik ook heb. Nou, ik heb hier... nog instappertjes. Heel leuk, ook heel apart. Een beetje ja, zilverkleurig en wit. Er zit zilver en wit. Ja, ik denk dat het met licht te maken heeft. Dat wanneer het heel zonnig is, dat het een andere kleur laat zien dan dat het bewolkt of donker licht en zo. Dus ja, je zult de ene keer wit zien en hier zo is ook wat meer wit. Ze zit echt alsof ze wit zijn en ja, gewoon heel vaag zilver gespoten. En ik draag altijd zilver, dus voor mij is zilver ook wel goed. Wit met de zolen. Gewoon om... lekker leuk een wandeling mee te maken of weet ik veel wat ik afhankelijk van de gelegenheid. En ik heb ook nog zulke gehaald. En die heb ik, zijn gewoon fijne sportschoentjes. En die heb ik gehaald om... omdat ik meer wil bewegen. Dus afvallen in de zomervakantie is me niet helemaal super gelukt. Ik ben denk ik wel wat afgevallen, maar niet echt geen 5 kilo in ieder geval. Dat zeker niet. Dus ik ga nu mijn planning doorzetten. Ik had een jaarabonnement bij een fitnesscentrum en ik ben daar letterlijk nooit naartoe gegaan. Pas geleden opgezegd. En ik denk, ja, weet je, als ik heb zo'n druk leven. Als ik dan naast mijn drukke leven nog tijd moet maken om mijn tas in te pakken, mijn auto te pakken, naar de sportschool, trainen, weer terugkomen. Dat kost mij alleen al het heen en weer, kost mij heel veel tijd. En ja, op een of andere manier is het mij in een jaar tijd niet gelukt om erheen te gaan. Dus wat ik nu ga doen, is om te beginnen een loopband of iets, of een step of iets. Ik zou het niet weten, maar ik ga wel kijken wat ik
compact en waarvoor ik plaats heb en kan maken. Mijn part schuif ik een beetje met de meubels of kijk welke meubel we niet echt veel gebruiken en die gaat dan gewoon een hoekje in. En zet ik een fitnessapparaat daar neer in de hoop. En ik denk dat dat juist wel gaat lukken. Ik zet vaak muziek op en dan ga ik ook regelmatig ga ik dan dansen en zo voor de muziek. Of ja, op ritme van de muziek. En ik kan ook best wel 20 minuten tot een half uur mee bezig zijn, zolang muziek leuk is. En dan ga ik weer een ander liedje opzetten en ga ik echt helemaal uit mijn dak voor de spiegel in de woonkamer. Dus ik denk dat als ik, weet ik veel, een loopband, step, wat dan ook, ga halen en ik zet muziek op, dan hoef ik maar één stap of twee of drie te maken om op die apparaat te zitten. Dat scheelt mij gewoon heel veel tijd. Ik kan het echt ieder moment doen. Dus in de avond, wanneer ik ook mijn tijd heb. Dus ik hoef ook geen rekening te houden met openingstijden. Geen rekening te houden met oppas of wat dan ook. Dus dat ga ik doen. En daarvoor zijn die schoenen. Gewoon schone sportschoenen voor op de loopband of gewoon een fitnessapparaat in huis. Dan heb ik een dingetje gemaakt die ik eigenlijk niet gebruik. Als je stom iets, dan zie je iets liggen of hangen en dan denk je, dat ga ik nou eens aanschaffen. Nou, dit ding heb ik ooit in mijn jeugd, heb ik mijn wimpers meegedaan, maar ja, voor de rest nooit geen interesse of zo gehad. Ik ben al iemand die, het lijkt erop alsof ik kei lui ben. Maar ik wil niet 100 stappen maken voordat ik mijn resultaten heb behaald. Dus ik probeer het, ja, ik hou het gewoon kort. Ik zet er gelijk mascara op. Dus om dit ding te gebruiken en dan mascara en. Dat typetje ben ik niet. Maar ik heb hem wel aangeschaft, want hij was gewoon heel goedkoop. En hij hing daar en ik dacht, weet je, dat ding heb ik gewoon niet. Ik heb zoveel dingen, make-up, dat wil je niet weten. Ik word daar soms gewoon ziek van. Kopen, thuis hebben, maar niet gebruiken. Iets anders wat ik wel zou gebruiken, is gewoon doorzichtig nagellak. Dus die heb ik ook gehaald. Mijn doorzichtig nagellak kon ik laatst voor de zomervakantie niet vinden. Dus echt de laatste dag of twee. Ik zat zo te zoeken en ik denk, heb ik tijd voor mijn nagels? En dan kan ik mijn nagellak niet vinden. Wat dan? En toen ben ik maar vertrokken. Gewoon zonder doorzichtig nagellak. Maar als ik er straks tijd voor heb, dan en gaan mijn naaldjes wel glanzen. Nou, en verder hemdjes gehaald. En onderbroeken voor Jada en Jenna. En ik heb nog een pyjama gehaald. Alleen, die ga ik vandaag niet aandoen. Omdat, even de verpakking afhalen. Anders kan ik hem niet uitklappen. Die ga ik vandaag niet aandoen. Omdat ik best wel... ik had het echt koud op de scooter. Echt. Vanmiddag scheen de zon nog. En ik dacht, oh heerlijk weertje. Lekker op die scooter. Naar de stad. Ik kon gelukkig voor die winkel gewoon parkeren met mijn scooter. Dat is wel fijn. Want met de auto kun je in de stad... Ja, dan moet je naar een autogarage. Dit is de broek. En dit is de shirt. Gewoon helemaal simpel. Niks erop. Lekker volwassen. Voor een keertje. Ja, en dat was het. Ik heb trouwens al gegeten. De rijst was heerlijk. En die kip was lekker zacht zo. En Damien, toen ik thuis kwam, had Damien ook al gegeten. En Ridda nog niet. En hij vond het echt lekker zijn. Ik zeg, ja, nou dan ga naar die pan en ga nog een
een bordje opscheppen. Want ik heb van die elektrische pannen. Daar maak ik dus de rijst en zo. En macaroni en spaghetti en zo. Maak ik vaak in grote hoeveelheden. Wij zijn met z'n vijven. Jayla en Jenna eten dan niet veel. Dus ik tel er altijd 4 grote maaltijden. Ik maak vaak voor 5-6 man. Als ik macaroni, rijst, spaghetti. Dat soort maaltijden. Maak ik echt gewoon heel veel. En dan gebruik ik die grote pannen van mij. Want die zijn. Die kun je gewoon. En dan was de pan echt gewoon. Hij is zo dik, dus je kunt hem echt zo volladen met rijst. Ik geloof dat je in die pan wel 10 personen, als het niet meer is, aan een rijst, spaghetti, macaroni, kunt maken. Hij is zo dik, waarvan nu maar zo ongeveer een laagje aan rijst met kip en groenten in zat. Dus ik had hem nog... 3 keer zoveel kunnen vullen. Maar ja, daar is al heel veel. Dus ik had zoiets van, ja, eet jongens, eet. Want als het vandaag niet wordt gegeten, moet ik het weggooien. En dan ga ik morgen iets anders koken. Ik eet vaak niet eten van vandaag. Ook al zet ik in de koelkast of zo. Ik ben echt iemand die, ik ben niet iemand die alles eet. Het moet vers zijn en het moet net klaar zijn. Al zou het... Ik kook wel eens in de avond om de volgende dag dus een avondeten te hebben. Als ik heel weinig tijd heb de volgende dag, dan doe ik het. Maar ik zou het nooit in de ochtend doen. En dan voor de volgende dag in de avond bewaren. Dan zou ik het al niet meer willen. Niet omdat het vies smaakt of zo. Maar eerst, ik weet niet, de gedachte erbij... Ik meen dat ik dat vroeger wel deed, maar dat ik gewoon met bliksem en weet ik veel weerswisseling te maken heeft en dan gaat vlees al bederven en eten ook gewoon bederven, maar vlees nog erger en ik kook mijn kip al heel erg door en alle dingen. Ja, behalve groenten dan laat ik wel een beetje krokant. Maar de rest, net als vlees en ei en zo, moet echt gewoon... Moet niet alleen maar gekookt zijn. Nog erger. Anders eet ik het gewoon niet. Ik eet geen rauwe eieren en ik eet geen rauw vlees en zo. Nee. Ik zit ook heel snel in diarree. Dus, en gewoon helemaal... Dat ik misselijk word en zo van eten dat niet vers is of nog niet gaar is. Ik heb 2 jaar geleden heb ik een voedselvergiftiging nog opgelopen door een diefries magneton maaltijd of zo had gehaald. En op een gegeven moment ik had het gewoon opgewarmd in een pan. Goed opgewarmd, alles was lekker heet. Dus ik schep op en op een gegeven moment ik eet. En nog geen 2 of 3 uur later werd ik dol, misselijk. Ik heb tot midden in de nacht zitten overgeven. Zo erg zitten overgeven dat ik heel mijn gezicht... was paars van de bloeduitstorting. Echt gewoon, ik zag er gewoon paars uit. Alsof ik een paar goede klappen heb gehad. Maar dat kwam allemaal van de voedselvergiftiging. Dus ik heb het er niet zo op om iets wat ik vandaag heb gekookt, morgen nog een keer te eten. Of als er iets is overgebleven. Moet echt geen 24 uur overheen gaan of 30 uur. In ieder geval. In de winter is dat anders, maar zeker nu in de zomer. Als ik eieren een dag buiten de koelkast heb staan, dan gooi ik ze al weg. Zo erg. Dus gewoon geestelijk kan ik dat gewoon niet handelen om zulke dingen gewoon warm te maken en door mijn keel te krijgen. Maar ja, ik ga nou
Ja, wat zal ik eens gaan doen? Het is nog vroeg. Ik heb niet echt veel te doen. Ik heb ook wel kou gevat. Maar ik heb nog een heerlijke meloen in de koelkast. Dus ik denk dat ik die ga killen. Lekker klein snijden. En lekker dat de druppels zo langs mijn mond komen. En mijn handen zo helemaal onder de druppels. Meloendruppels. En ervan gaan genieten. En als dat niet koud genoeg is, dan misschien dat ik nog eventjes naar de winkel ga om een ijsje te halen of zo. Want ik, ondanks dat ik kou heb gevat op die scooter, ben ik wel, ik heb trek in iets zoets. In iets zoets en kouds. Dus ik ga eens kijken wat er allemaal te doen is. Waar is hij dan? Mijn geweldige tuinbroek. Echt geweldig. Hij rijdt lekker mee.